ons clubliefde wordt wel op de proef gesteld. Hè? We kunnen een hoop hebben, maar we voelen ons net een bokser die helemaal tot losgeslagen is. Jongen, jongen, jongen. Maar het gaat goed komen. Welkom bij aflevering 17 van... NEC! Trek biedt die herring me nog? Kijk maar, de herring is nog levendig. Terugblik RKC. Jack houdt niet van circus, daar kan Ole Rummen niet over meepraten. Zijn act mislukte en hij kon meteen vertrekken bij Jack. Als zo'n act wel leuk, staan ze op de banken. Tom Overtoom viel uit. En zonder Tom Tom raakten wij de weg kwijt. Het enige leuke van deze avond was dat de Bleumbus voor de 50ste keer mee uitging. Daar werd gevierd met champagne en slingers in de bus. Hoe trouw ben je als supporter? Trots op jullie jongens, klasse. Je lukt de club niet in de steek. Favoriete spelers. Labiel was wel een voorbeeld weer voor de rest, maar ja. Fan van hem geworden. Hij had op alle posities al gespeeld. Hij had alleen nog niet gekiept. Tegenstander Volendam. Op hoop van zegen. De vis wordt duur betaald. We hebben nog maar 1 punt meer als Hully. En staan op de 10e plek. Die 3 punten is hij wel heel hard nodig nou. Als we winnen, kan Piet Veerboot Sailing Home zingen. Samen met Annie Winterschilder. Ik noem Annie altijd Poes, omdat ze van die lange mooie snuiharen had. In Volendam noemen ze vriendschap altijd in mijn gat, uit mijn gat. En als ze naar bed gaan, zeggen ze we gaan erop. Volendam is een en al Paling Sound en bekende namen. Nick en Simon is hun artiestennaam. Ze heten eigenlijk Simon en Nick. Als je Zwarthoed heet en je bent kras, kun je tol betalen aan Veerman. Heet je Kwakman, dan ben je plat. En dan kun je als visser beter steur gaan vangen en een schilder geven. Dat zorgt Kersen wel dat hij besmet terechtkomt. En over sier gesproken, oh ja, sier. Volendammers doen altijd wat ze zeggen. Nou, sorry, maar dat klopt niet. Het eerste nummer van Jan Smit heet Ik zing dit lied voor jou alleen. Dan denk ik bij mij, doe dat dan ook.